Ik zie het, er is iets aan de hand. En zo duidelijk de Spanish genant. Maar is dat erg? Ben je gek? Is iets fijns? Kijk naar die blik, die tot me gegrijpt. Kijk, ze giechelt en ze speelt met haar haar. Ze schuiven langzaam wat naar elkaar. Maar wie doet er nou iets voor een keer? Ik zal ze helpen, ik zorg voor de sfeer. En ik kan wel wat hulp op het gebied van liefde gebruiken. En ik heb een paar fantastische vrienden die super kunnen helpen. Ze zien misschien iets, maar daarom voelen ze des te meer. De vier blinde muizen. Voor een keertje fan, het is precies het moment. In godsnaam, doe dan iets, want alles is goed. Ik sprak haar hand met een geelbare kus. Want zij zei, wacht totdat jij iets doet. Dus doe dan, doe dan, doe dan, doe dan, doe dan, yeah. Kom op en doe dan iets. Doe dan iets. Kom op en doe dan iets. Kom op en doe dan iets. Yeah. Die snosten zijn echt heerlijk. Ja, dat zei ik toch. Echt lekker. Een beetje noodachtig, hè? Ik denk dat ik vanaf morgen wel wat anders krijg. Maar je kan altijd nog een keer langskomen, hè? Dan kan ik nog meer voor je maken. Bijvoorbeeld eekhoorn tartaar of rotte vissenogen. Dat lijkt me echt heel erg fijn. Shrek, ik weet dat je me nu niet kunt horen. Maar ik sta achter je, mijn grote vriend. Je moet die dame vertellen wat je diep van binnen voelt. Misschien is dit wel je allerlaatste kans. Dus open je hart. Prinses. Ja, Shrek. Wat gaat het zeggen? Nou, ik zat me dus af te vragen, hè. Ik hou er niet meer. Ik zat me te bedenken. Ja. Ik vroeg me dus af. Eet je die nog op of mag ik hem hebben? Gast, wat is er mis met jou? Kom. Mama, doe dan niet. Kom op, maar zeg maar niks van. Kom op, maar zodat je die dame verleidt. Helemaal in.